Het is met gevoelens van verwondering, blijdschap, dat we u allen mogen welkom heten. Dit hartelijke welkom geldt degenen die hier zijn samengekomen in de evenementenhal in Gorinchem, maar ook de velen die thuis in hun woning met ons verbonden zijn. Ik zei, het is een hartelijk welkom met gevoelens van blijdschap en van verwondering. Immers, er ligt een tijd achter ons waarin we niet met mensen zo in getale konden samenkomen. En dat geldt ook onze zendingsdag, die vorig jaar in deze hoedanigheid niet kon doorgaan. Het geldt ook voor deze evenementenhal hier in Gorinchem, waar sinds de uitbraak van corona geen samenkomsten zijn geweest. We mogen het wel opmerken dat deze evenementenhal vanmorgen zijn deuren opende voor het eerst in die lange periode en dat wij de eerste genodigden mochten zijn in verband van onze zendingsdag. Er past dan ook dank jegens God de Heere die ons deze mogelijkheid geeft. En allereerst willen we daarmee onze afhankelijkheid uitspreken. Dat de Heere met ons niet zal doen naar onze afmakingen en zonden. Coronatijd zet ons daarbij stil. En dat de Heere naar zijn welbehagen uit enkele genade zal voortgaan. Met zijn kerkvergaderend werk. Maar ik wil ook menselijkerwijs woorden van waardering en dank uitspreken. Degene die vanuit de gemeente Gorinchem betrokken waren bij de organisatie van deze dag. Als ook de organisatie van de evenementenhal zelf. Maar ik wil ook diegene noemen van ons zendingsbureau en van de commissiezendingsdag. En de vele vrijwilligers die betrokken waren om deze dag zo voor te bereiden. Er kwam veel creativiteit aan te pas. Er werd veel gevraagd, maar we hopen ook dat we een goede dag mogen hebben onder Gods zegen. Ik wil erop wijzen dat het programma iets aangepast is vanwege dat ook zoveel mensen thuis met ons verbonden zijn. Daardoor hebben we kortere onderdelen, houden we het bij het ochtendprogramma zonder pauze. Het ochtendprogramma zal wel iets langer doorlopen, maar daarna is er een uitbreidend middagprogramma naar keuze. Verder wil ik erop wijzen dat er in het programmaboekje psalmen zijn afgedrukt, die worden gezongen, die zijn van tevoren opgenomen. Dat is ook weer ten behoeve van de thuisluisteraars. Maar hier in de zaal en natuurlijk ook thuis, de psalmen die straks ten gehoor worden gebracht, mogen wij gelukkig gewoon meezingen. Daar is misschien in het programmaboekje wel iets anders over gezegd, maar deze mededeling is de laatste en die geldt. Wij mogen de psalmen meezingen. Een bijzonder woord van welkom wil ik uitspreken aan Jorge Chancay, die hoewel door omstandigheden niet fysiek aanwezig, toch met ons verbonden is en ook tot ons het woord hoopt te voeren vanuit Ecuador. Geliefde broeder, hartelijk welkom in onze zendingsbijeenkomst. Dit welkom geldt aan allen hier in de zaal en ook de velen die thuis verbonden zijn. Ik noem verder geen namen, duid u me dat niet euvel. Het is niet omdat ik iemand over het hoofd wil zien, maar juist omdat we gezamenlijk de zendingsgemeenschap mogen vormen en versterken. Zo dadelijk hoop ik u voor te gaan in gebed. En we zijn dat vanuit de kerk gewend, dat bij het gebed ook vaak voorbeden wordt gedaan. En ik wil dat op deze zendingsdag ook met name benoemen, omdat wij ons ook gedrongen voelen tot voorbeden voor de zusterkerk in Nigeria. En daarom daarover in deze voorbeden aankondiging een enkel woord. Onvergetelijk die zondag in mei, waarin Fulani overvallers hebben huis gehouden in meerdere dorpen in Izi. Huis gehouden, zei ik, het was moordend en plunderend. Wat een angst en ontreddering heeft zich in enkele ogenblikken tijd
meester gemaakt van de bewoners van die dorpen. Nu, enkele weken later, is duidelijk dat daar wel 126 doden bij zijn gevallen. Nu, enkele weken later, heeft die eerste angst en ontreddering plaats moeten maken voor diepe rouw. Of men nu lid was van een van onze gemeenten daar in het IZI-gebied, of dat men mededorpeling was van onze gemeenteleden, u voelt het wel. Zo gaat het in Nederland ook in crisissituaties. Dan valt het weg of men van de kerk is. Dan voel je je één met je dorp, met de straat waarin je woont, met je buren, met je overburen. En dat tekent ook het diepe gevoel van angst en van rouw, wat onze zusterkerken nu zo heeft getroffen. Wij willen graag meeleven verwoorden. We hebben dat ook gedaan via onze officiële kerkelijke kanalen met de mensen daar, maar ook met de ambtsdragers daar, de ouderlingen, de diakenen, de predikanten die de mensen bezoeken en die leiding hebben te geven ook, degene die hulp mogen verlenen. Ik wil ook noemen bij onze voorbeden degene die namens ZGG in IZI hebben mogen werken. Die daar contacten hebben, die de mensen kennen, die de situaties in de dorpen als het ware zo op hun netvlies hebben. Wat zijn ook zij in deze omstandigheden geschokt. De Heere zij hen nabij. We hebben de kerk laten weten met hen mee te leven en voor hen te bidden. Dat is gebeurd vanaf talloze kansels in Nederland. En dat mogen ook maar zo blijven, want wat zal dit betekenen voor de toekomst? IZI is getekend door deze wandaad. En wat zal de toekomst brengen? Wij weten het niet. We weten wel dat het steeds maar onrustig is en dat daar bedreigingen zijn. En als je dan denkt aan de rouw en aan het trauma wat erachter zal blijven, het gebed blijft nodig. Geef aan het wild gedierte de ziel van uw tortelduif niet over. Vergeet de hoop uw ellendigen niet in eeuwigheid. Ik wil in deze voorbedenaankondiging ook de zusterkerk op Papua betrekken, want beide zusterkerken hebben van ons ook een brief gekregen ter voorbereiding op de zendingsdag. En ik wil in het kort in de Engelse taal daar iets uit voorlezen. We wish to use this opportunity to send your church our heartfelt greetings and express the unity between you and us. We wish you, all of you, the blessings of God in your personal lives and your ministries in the church. Let us pray a lot for each other, brothers. Times are serious, but the Lord has said, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. In dit gebed willen we heel de zendingskerk en alle zendingswerkers betrekken. Uit Gods heilig woord zou ik u willen lezen het slot van Matteüs 28. Matteüs 28 vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden ze hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen, tot de volleinding der wereld. Lerende hen onderhouden.
Het is de opdracht waarmee we in deze eerste meditatie van morgen de aandacht willen vestigen op de opdracht die Christus gaf aan zijn kerk. Ja, let wel. Wie heeft deze woorden gesproken? Lerende hen onderhouden. Het zijn woorden geweest die kwamen van de gezegende lippen van Christus de Heere. Toen zijn middelaarsarbeid volbracht was. Toen hij was gestorven, maar ook opgestaan uit de doden. Voordat hij opvoer ten hemel, heeft hij deze woorden gesproken en ze als een opdracht nagelaten. Op zijn jongeren, op zijn ambtsdragers, op zijn kerk. Die ook nu hij dan lichamelijk in de hemel is, maar door de krachtige werking van zijn geest zouden mogen voortgaan om dat werk in Gods koninkrijk uit te voeren. Het mag ons vanmorgen wel stilmaken dat het woorden zijn van de koning van de kerk. Geen mensenwoord, geen gedachte van een zendeling of van een deputaatschap, maar een opdracht van hem die dood geweest is en die leeft. Die zijn ziel heeft vernederd in de hel. Maar die is opgenomen in goddelijke heerlijkheid. En als we dan zo bij dit woord een ogenblik stilstaan, dan wil ik u erop wijzen dat dat leren onderhouden niet op zichzelf staat, maar het maakt opdracht deel uit van de grotere opdracht, onderwijst al de volken. Zo begint immers het vers waaruit onze tekst genomen is. En dat is de hoofdzin, dat is de opdracht die de spits bij zich heeft. Maak tot mijn discipelen, maak tot mijn volgelingen. Voeg ze toe aan mijn bruidskerk uit al de volken. Dat is de hoofdopdracht. Die opdracht mag ons wegen, ook vanmorgen. Die opdracht, ja, laat ze ons mogen wegen, voortdurend in onze gebeden. Maar ook in de praktijk van ons zendingswerk. En dan, als het gaat over dat maken tot getuigen, tot discipelen, tot volgelingen, dan zijn er twee manieren waarop dat moet gebeuren. De eerste manier is dopende, door te dopen. In de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En de tweede manier is door te leren onderhouden. De doop ziet op de inlijving in de gemeente. Wat een groot moment is dat voor een zendingsgemeente als een nieuweling mag worden gedoopt. Dat water gesprenkeld op het voorhoofd, dat water waarin Christus is ondergegaan in de dood. Zie je, jongens en meisjes, het als het ware voor je, hoe Johannes de Doper dat deed daar bij de Jordaan, bij Betabara. Het water sloot zich boven Jezus hoofd, zo ging de Heere Jezus onder in de dood. Maar zo is hij ook weer opgekomen. En wie nu gedoopt wordt, die wordt in dat water gedoopt, in de naam van die zaligmaker. Dat werk van de drie enige God moet voortgang hebben. Maar dat moet dan ook worden uitgewerkt, lerende hen onderhouden, die inlijving. Dat uiterlijke sacrament, dat moet ook betekenis krijgen. Lerende hen onderhouden. Ik denk dat de meesten van ons hier in Gorinchem, maar ook van degenen die thuis met ons verbonden zijn, wel zijn gedoopt. Dus dat water van ondergaan in de dood, dat is op uw voorhoofd. Mag ik u vragen? Weet u wat dat inhoudt? Dat je in je verloren zondaarsbestaan de doodsteek krijgt. Dat je sterven moet en voor God verschijnen. Weet u wat dat inhoudt? Om in de dagelijkse praktijk te sterven aan je eigen
gerechtigheid, te sterven aan je goede bedoelingen en te leren dat geen vlees zal roemen voor God, maar heel de wereld voor God verdoemelijk is. Ondergaan in de doop en daaruit opkomen. O, die levenwekkende bediening van Christus door zijn geest. Jongens en meisjes, hoor je dat? Nog gaat de Heer Jezus voort om op te wekken uit de geestelijke doodslaap. Ook jij moet een nieuw hart hebben. Wat fijn dat je thuis meekijkt en luistert. Wat fijn dat hier ook kinderen zijn in Gorinchem aanwezig. Het gaat over de zending, over hoe de boodschap gaat naar de einden van de aarde. O, lieve kinderen, maar jij hebt ook nodig. Deze zendingsdag maakt duidelijk dat de zaak van de Heere haast heeft, spoedig voortgaat. Maar dan heeft jou, dan heeft uw bekering ook haast. Ja, haast u en spoed u, lerende hen onderhouden. De tijd is voorts kort, maar Gods gebod moet gehoorzaamd. Niet in eigen kracht, niet voor uiterlijke vroomheid, niet om ons te onderscheiden omdat we beter zijn, maar door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid, lerende hen onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. Hoort u het goed? En zo eindigt deze opdracht in hem, van wie ze uitging. Jezus, bij hen komende, sprak tot hem. Zendingsvrienden, zendingswerkers, u allen die de Heere vreest, laat het ons tot bemoediging zijn, dat in dit woord zijn troostrijke nabijheid mag worden ervaren, wat ik u geboden heb. Amen.
Beste zendingsvrienden, kinderen, jongens en meisjes. Leren van anderen. We gaan op zoek met elkaar naar lessen voor ons van mensen uit zendingslanden. Als wij foto's of video's zien, dan vallen ons altijd de verschillen op. Verschillen in de cultuur, verschillen in de taal, verschillen in gewoonten, in kleding, in muziek en zang. Daar valt natuurlijk veel over te zeggen, maar nu richten we ons op kernpunten. Het gebed en onze naasten, het lijden en volharding en de plaats van de Bijbel. Ik heb aan een paar zendingswerkers gevraagd welke lessen zij willen doorgeven van lokale mensen met wie zij dagelijks omgaan. In woord en beeld komen die lessen naar ons toe. 6 lessen in 10 minuten. Jonge christenen in Albanië dragen de last van onbekeerde gezins- en familieleden met zich mee. Ook kinderen en jongeren hebben daar ervaring mee. Willemien van Schothorst vroeg aan Luca en Joanna waarom zij zo vaak baden voor ouders en familie, of zij ook behouden mogen worden. Laten we even luisteren naar hun antwoorden. Oh Luca, we zijn zo'n stukje die je de kolutor die komt per tafel met het oog en de perspectief in het oog. A moet me spiegel spak. Se. Doe een ijs om, dat kan zo'n goede in een De unë di që kam një dëshirë të dojë them Zotit. Unë lutem që të shpëtojnë, sepse nëse ata shpëtojnë, ajo është rruga drejt të Zotit. Shumë bukur. Po. Faleminderit, Luka. Po, Joana, a mund të më shpjegosh pak pse? Këtë gëzim edhe këtë marrëdhënie që unë përjetoj tani me Perëndin, kam shumë dëshirë në zemër që të arrij ta përjetojnë edhe ata. Edhe të njohin se kush është Jezus Krishti. Nuk ka se si të ndodhë ndryshe, vetëm të kem besim në hirin shpëtues të Perëndis. Është e vërtetë. So bidt Luca, een jongen van 10 jaar, voor zijn ouders. Hij houdt van hen. En hij heeft een wens. Een wens die hij aan de Heere vertelt. Dat zij gered mogen worden. Misschien ben jij ook wel 10 jaar. En bid je ook wel elke dag voor je vader of voor je moeder. Of ze een nieuw hart mogen krijgen. Joanna wenst hetzelfde voor haar ouders. Alleen genade van God kan hen redden. En daarom bidt ze vaak voor hen. Les 1. Het ongeloof en bijgeloof van familie weegt voor deze jonge mensen. Hoe is dat nou met ons dagelijkse gebed voor mensen heel dicht bij ons die nog onbekeerd zijn? Les 2. De waarde en de kracht van het gebed staan in zendingssituaties vaak bovenaan. De gebeden zijn puur en praktisch. En er is vaak kinderlijk geloof dat de Heere ze echt kan en wil verhoren. Laten wij in deze spiegel kijken en ook van hen leren. Vanuit Cambodja schrijft Hanneke Boer over lokale kerkjes in de grote stad waarin zij momenteel woont. Ik zal een stukje voorlezen uit wat zij heeft geschreven. Ze doen me denken aan wat we weten over de vroege christengemeenten in Rome. Ze zijn voorzichtig, maar niet bang. Ze zien het risico van besmetting, maar zorgen voor de naaste in nood.
Ze respecteren de regels, maar zoeken de mogelijkheden. Ze doen niet anders dan voor de pandemie. Maar er is meer nood, dus ze doen ook meer. Ze hebben weinig luxe, maar kennen veel vreugde. Ze weten en leven dat ook uit, dat delen vermenigvuldigen betekent. Of dat nu gaat over goederen, of over talenten, of de Bijbelse boodschap. Het gebed is hun stuurwiel, niet hun reservewiel. Ze ervaren zichzelf vaak als zwak en klein, maar ze kennen de kracht van het gebed en van het woord. Ze hebben elkaar lief, maar ook degenen die buiten zijn. In een paar regels komt er zo heel veel op ons af. Ik wil 2 zinnen onderstrepen. Hun gebed is hun stuurwiel, niet hun reservewiel. De volgende les. Ze hebben elkaar lief, maar ook degenen die buiten zijn. Kijken we bij die 2 lessen nog even in de spiegel? Als moslim een volgeling van Jezus worden is in veel landen niet gemakkelijk. Het worden van een volgeling van Jezus betekent haat, verdrukking, dreiging door de eigen familie, door de omgeving, op je werk, op je school. Vaak moeten jonge christenen vluchten, omdat ze dreigen vermoord te worden. Altijd is er uitsluiting en ook uitstoting. Verdrukking en vervolging dus, vanaf het begin van een zoektocht in Gods woord. De jonge Sekou uit Guinea weet daarvan. Hij kent verdrukking en lijden. Laten we even naar hem luisteren. Hebben we gehoord wat Sekou zei? Op dit moment doe ik mijn best om te volharden in dit lijden. Vergeet niet om voor mensen te bidden die verdrukt worden omdat ze de Heer Jezus willen volgen. Opdat ze volharden en niet terugvallen. Les 5. Volgen geeft lijden en vraagt volharding. We gaan naar de laatste les. In Bokeh gaat in de samenkomsten een oude, beproefde christen met regelmaat voor. Monsieur Gabriel. De inhoud van de Bijbel is zijn leven. En hij weet heel veel van de Bijbel. Teun Hakvoort haalde pas een uitspraak van hem aan en hij zei: Gabriel zegt, je moet de Bijbel niet alleen met je vingers vastpakken, maar je moet hem omhelzen. Luister eens naar Gabriel. Qui est la parole de Dieu? Celle-là, c'est Dieu qui a parlé dans ça. Ne jamais prendre ça là. Autrement dit, ne jamais considérer, ne pas croire ou ne pas croire, ne pas douter. Donc il faut prendre la Bible comme ça, la parole de Dieu. C'est ça. Les 6. Houden wij de Bijbel zo tussen onze vingers en hebben we er allemaal zo onze eigen gedachten over? Of omarmen we de Bijbel als het woord van God? En heeft
dat woord een plaats in ons hart? Leren van anderen. 6 lessen in 10 minuten. Van mensen van zendingsvelden. Over gebed en de naaste. Lijden en volharding. En over Gods woord. Als kerk mogen we zendingswerk doen. Onder hen en met hen. Zou je ook de zending in willen? De velden zijn wit om te oogsten. Nog is er plaats. Goedemorgen allemaal vanmorgen hier in deze zaal in Gorinchem en de vele mensen die ook in Nederland, naar we hopen, met ons meeluisteren. En ook Jorge in Ecuador. Ik ga zo het een en ander in het Spaans tot hem zeggen. Vanmorgen gaat Jorge een lezing houden voor ons aan de hand van de tekst die we lezen in 1 Timotheus 4, vers 13. De bedoeling was dat Jorge hier in persoon aanwezig zou zijn, maar door het hele COVID gebeuren was dat niet mogelijk en hij kreeg zijn visum niet rond en we hebben besloten om het op deze manier te doen. Betekent dus dat u Jorge zo ziet zitten in zijn woonkamer thuis in het huis van zijn ouders en Jorge heeft een lezing voorbereid. Hij spreekt die uit in het Spaans en ik zal het voor u vertalen. Ik ga nu Jorge introduceren bij u in het Spaans zodat hij ook weet dat we hier met elkaar zijn.
Buenos días, hermano Jorge. ¿Cómo está? ¿Puede escuchar mi voz? Goedemorgen. Goedemorgen. Gracias, Jorge. Buenos días, hermano. Sí, gracias a Dios. Estoy escuchando bien. Ok, excelente. Jorge hoort ons. Die wens ons een goedemorgen. ¿Qué hora es ahorita, Jorge, en Ecuador? 3:46 a.m. Oké, om u maar even een idee te geven. Het is 4:15 s'nachts in Ecuador. Dus het is wel over wat Jorge voor ons brengt om hier aanwezig te zijn. Jorge, muchas gracias por su presencia, por la manera que nosotros estamos juntos, por este video. Sabemos que tú estás lista y yo también, y podemos comenzar con su mensaje. Ok, aunque un poquito dormido todavía, pero vamos a empezar, ¿sí? Bueno, Jorge es no wat slaperig, maar hij wil gaan beginnen. ¿Me avisa? Sí. Ya, excelente. Ok. Hola, buenos días. Voy a saludar primero un poquito, ¿ya? Es good. Ya, Jorge, ya, okay. Wil even u groeten. Buenos días a todos quien escucha, quien observa. Es un gusto para mí estar acá en esta mañana, en este día especial para la misión y para las naciones. Jorge, wil u alle groeten. Als u hem hier kunt zien of als u thuis hem kunt volgen, het is voor hem een blijdschap dat hij met ons samen kan zijn deze ochtend. Bueno, es un poco triste tal vez presentar de esta manera la palabra, pero al fin es la palabra, ¿no? Hubiese sido mucho mejor estar en vivo en este tiempo. Ja, hoewel het jammer is dat hij hier niet aanwezig kan zijn, hij had het liefst in persoon bij ons geweest, is hij toch dankbaar dat we het op deze manier kunnen doen. En uiteindelijk gaat het niet om de persoon die het woord brengt, maar om het woord zelf. Pero en todo esto lo más importante creo es dar la gloria a nuestro Dios. En het belangrijkste is dat de Heer de eer krijgt, ook over deze ochtend. Entonces yo quiero que podamos abrir la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, que es el texto que se me ha asignado para hablar en esta mañana. Ja, en Jorge vraagt of u, als u die bij u heeft, uw Bijbel wil openen in het boek Timotheus, de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, en daarvan het 13e vers. Oké, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En we lezen deze tekst, houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. En la actualidad, tomar un libro es un problema. Leerlo es aún más complicado en nuestra cultura, porque no hay el hábito de leer. Tegenwoordig is het oppakken van een boek een probleem. En het lezen is nog ingewikkelder. En speciaal in de Ecuadoraanse cultuur is het geen gewoonte om te lezen. Hay editores que temen por el futuro del libro impreso aquí en Ecuador. Er zijn uitgevers die vrezen voor de toekomst van het gedrukte boek in Ecuador. Incluso muchos periódicos dejaron de imprimir por la falta del interés para leer. En er zijn ook veel uitgevers van kranten gestopt met het drukken ervan vanwege het gebrek aan interesse om te lezen. Y justamente Pablo instruye a Timoteo a que se dedique a tres actividades específicas en la iglesia. Actividades que tenía que cumplir mientras él estuviera ausente. En daarom is het terecht dat Paulus Timotheus instrueert om zich te wijden aan drie specifieke activiteiten in de kerk. Activiteiten die Timotheus moest uitvoeren terwijl Paulus afwezig was. En su instrucción, la instrucción de Pablo, tiene que ver con la lectura, la exhortación y la enseñanza.
En de instructies van Paulus heeft te maken met het lezen, het vermanen en het onderwijzen. Ahora, este es un llamado a aprovechar nuestro tiempo mientras servimos a Dios hasta que Cristo venga. En het is een oproep om op een goede manier van onze tijd gebruik te maken om God te dienen totdat Christus terugkeert. El texto de hoy se refiere a las tres áreas de las cuales cada uno de nosotros en nuestras propias vidas debemos estar pendiente. En de tekst van vandaag verwijst naar drie aandachtsgebieden waarvan ieder van ons zich bewust moet zijn. Y de estas tres áreas quiero hablar esta mañana. La instrucción de Pablo a Timoteo es: ocúpate de estas cosas. En over deze drie zaken wil ik vanmorgen spreken met u. Paulus' instructie aan Timotheus is: aanhouden in deze dingen. Ese es el tema de esta mañana. Ocúpate de estas cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? Ocúpate de la lectura. Ocúpate de la exhortación. Ocúpate de la enseñanza. En dat is het onderwerp van deze ochtend. Aanhouden in deze dingen. En wat zijn deze drie zaken? Houd aan in het lezen. Houd aan in het vermanen. Houd aan in het onderwijzen. Si Dios ha permitido estar presente en esta mañana, que Él bendiga su palabra. En we hopen en bidden dat de Heer zelf aanwezig is in ons midden en dat Hij zijn woord mag zegenen. Entonces, voy a hablar de la primera cualidad o de la primera instrucción que Pablo le da a Timoteo. Ocúpate de la lectura. Vervolgens wil Jorge beginnen om met ons na te denken over de eerste instructie die Paulus aan Timotheus geeft: houd aan in het lezen. Por el contexto en que fueron dichas estas palabras, es probable que se refiera a la lectura pública de las escrituras, es decir, en la congregación. Vanwege de context waarin deze woorden worden gezegd, is het waarschijnlijk dat het verwijst naar de openbare lezing van de schrift. Dus dat wil zeggen in de gemeente. Y esto era importante por lo complicado para tener los rollos impresos, aunque por lo general cada iglesia tenía una copia de ellos. En dat was belangrijk omdat het bijna onmogelijk was voor iedereen persoonlijk in huis rollen met teksten te hebben, maar over het algemeen beschikte iedere gemeente wel over een exemplaar van een rol van de Bijbel. Y eso facilitaba el hecho de ocuparse de la lectura en la congregación. En dat bezit vergemakkelijkte het aanhouden, het uitvoeren van het lezen in de gemeente. Y es cierto que el énfasis de Pablo esté puesto en leer en el culto público debido a la falta de la Biblia en los hogares. En het is waar dat Paulus de nadruk legt op het lezen in het openbaar in de eredienst vanwege het ontbreken van Gods woord thuis. Pero eso no significa que descuidemos la lectura personal y familiar, ya que nosotros tenemos la Biblia a nuestra disposición. Maar dat betekent niet dat we onze persoonlijke Bijbellezing en het lezen in ons gezin mogen verwaarlozen, omdat we de Bijbel tot onze beschikking hebben. Entonces, la tarea de ocuparse de la lectura es para que no nos quedemos solo con lo que sabemos. Dus de opdracht om aan te houden in het lezen is noodzakelijk, zodat we niet alleen blijven bij wat we nu weten. Y es entendible porque en nuestro medio la gente no tiene el hábito de estudiar la palabra. Se conforma con lo básico. En het is begrijpelijk en noodzakelijk in onze omgeving in Ecuador, want het is niet de gewoonte dat de mensen veel de Bijbel bestuderen. Ze nemen genoegen met enige basiskennis. Para mí mismo ha sido muy difícil disciplinarme para leer y encontrar una razón para hacerlo. En Jorge zegt dat het voor hemzelf ook erg moeilijk was om zich ertoe aan te zetten om de Bijbel te lezen en ook om een reden te vinden om dat te doen. Las palabras del apóstol Pablo a los colosenses que dicen crecer en el conocimiento, Colosenses 1:10, me hacen entender
que es el conocimiento de Dios a través de su palabra por la obra del Espíritu Santo lo que hace al creyente más fuerte. Paulus zegt in 1 Colossenzen 10 vers 1 tegen de Colossenzen: neem toe in de kennis van God. En laat ik het zo uitleggen dat de kennis van God door zijn woord en door het werk van de Heilige Geest, dat het die kennis is die ons als gelovigen sterker maakt. Y por eso la prioridad de leer la palabra de Dios. En vandaar de prioriteit en de noodzaak van het lezen van Gods woord. Aquí en Ecuador, y tal vez en sus países sucede que los cristianos saben más de novelas, de fútbol, de moda, de tecnología que de la Biblia. Hier in Ecuador, en misschien is het hetzelfde in Nederland, komt het voor dat christenen meer weten van romans, voetbal, mode en technologie dan de Bijbel. ¿Por qué? Porque no se preocupan de la lectura, sino de otras cosas. Pero el consejo de Pablo es: ocúpate de la lectura. En waarom is dat? Dat is omdat ze niet aanhouden in het lezen. Ze maken zich druk met andere dingen. Maar Paulus' advies is duidelijk: houd aan in het lezen. En lo personal entiendo la importancia de la educación teológica. Persoonlijk begrijp ik nu het belang van theologisch onderwijs. Los creyentes de mi país debemos ocuparnos más de la lectura porque necesitamos crecer en el conocimiento. De gelovigen in mijn land, in Ecuador, moeten zich meer bezighouden met het lezen van de Bijbel, omdat we moeten groeien in kennis. Y es cierto que muchos son disciplinados y animo a ellos a seguir así. En het is waar dat velen gemotiveerd zijn om de Bijbel te lezen en ik moet ze aan om door te gaan. Pero hay la necesidad de ocuparse de la lectura. Maar in algemene zin is er behoefte onder ons om ons meer met lezen bezig te houden. Entonces, la segunda cosa que Pablo recomienda a Timoteo es ocuparse de la exhortación. De tweede aanbeveling van Paulus aan Timoteus is: houd aan in het vermanen. Dat is zijn tweede opdracht. Y quiero hablar de la segunda área que el apóstol Pablo le envía a Timoteo. En daar wil Jorge ons nu het een en ander over uitleggen. Quiero decir que no hay exhortación efectiva sin la lectura de la Biblia. Als eerste is belangrijk dat we begrijpen dat er geen effectieve vermaning is zonder de Bijbel te lezen. La exhortación es la aplicación de Dios a las necesidades del oyente. Es lo que motiva a obedecer lo aprendido. De vermaning betreft de toepassing van het woord van God op de behoeften van de luisteraars. Het is wat hen motiveert om te gehoorzamen aan wat ze hebben geleerd. En el ministerio nos encontramos con personas difíciles en su carácter. In de ontmoeting, in de bediening, ontmoeten we soms mensen die een lastig karakter hebben. Y para tratar a aquellas personas es necesario la paciencia. En om die mensen te vermanen, terecht te wijzen en aan te moedigen, is geduld nodig. Porque la intención de la exhortación es ayudar. Por eso no debemos ser arrogantes, no debe ser arrogante ni fría. Want de bedoeling van vermanen is om te helpen. En daarom mag het niet arrogant of kil zijn. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. In 2 Timotheus 4, vers 2, legt Paulus aan Timotheus uit: predik het woord. Houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Para que la exhortación sea eficaz, tiene que estar respaldada también con nuestras vidas.
En om de vermaning effectief te laten zijn, moet deze ook door ons leven worden ondersteund. Nada puede suceder a través de nosotros como ministros sin que nos suceda primero a nosotros. Niets kan door ons gebeuren zonder dat het eerst met onszelf gebeurt. No podemos exigir que otros actúen de determinada manera si nosotros no estamos viviendo de esa manera. We kunnen niet eisen dat anderen op een bepaalde manier handelen en leven als we niet zelf op die manier leven en handelen. Es muy común en nuestro medio que los pastores, los líderes de las iglesias, no viven de la manera que quieren que sus miembros vivan. Helaas gebeurt het nogal eens in Ecuador dat voorgangers, de leiders van de kerken, zelf niet leven zoals ze willen dat hun leden wel leven. A veces se desprecia la exhortación porque viene de un hermano que es más joven o tiene menos estudios seculares que aquel que la recibe. En soms wordt de vermaning veracht omdat deze afkomstig is van een broeder die jonger is of die minder onderwijs heeft dan degene die vermaand wordt. A veces nosotros mismos nos sentimos asustados, atemorizados ante personas mayores de mayor influencia o renombre en la iglesia. En soms voelen we ons bang of onzeker tegenover oudere mensen, mensen met meer invloed of meer bekendheid in de kerk. Pero es que la autoridad con la cual se debe exhortar no está basada en el exhortador, sino en la palabra de Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Mateo 28:18. Maar het is zo dat de autoriteit waarmee wordt vermaand niet is gebaseerd op degene die vermaand, maar op het woord van Christus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Matthäus 28, vers 18. En cuando la exhortación está basada en la palabra del Señor, nadie está libre de ella. En wanneer de vermaning gebaseerd is op het woord van de Heer, is niemand er vrij van. Y el mismo apóstol Pablo nos dice la manera como se debe exhortar. Él dice en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a los ancianos como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. De apostel zelf vertelt ons hoe we moeten vermanen. We lezen daarover in 1 Timotheus 5, vers 1 en 2. Bestraf een oude man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader. De jongste als broeders. De oude vrouwen als moeders. De jonge als zusters in alle reinheid. La instrucción del apóstol Pablo a Timoteo es: ocúpate de estas cosas. Ocúpate de la lectura. Ocúpate de la exhortación, pero también ocúpate de la enseñanza. We hebben nu eens gehoord over het aanhouden in het lezen, het aanhouden in het vermanen. En de derde opdracht van Paulus aan Timotheus is: houd aan in het leren. Y él mismo dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 2, vers 15: benaastig u om uzelf een godenbeproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Es claro que Timoteo, como obrero, debía saber usar correctamente su herramienta de trabajo. Het is duidelijk dat Timotheus als arbeider zijn werktuig correct moest gebruiken. La palabra de verdad. Het woord van de waarheid. Esto sugiere no enseñar nuestras ideas o a nuestra conveniencia. En dit betekent om niet onze eigen ideeën of onze overtuigingen te onderwijzen. Sino interpretar, presentar y aplicar la palabra de verdad correctamente. Con exactitud y sin desviación alguna.
maar om het woord van de waarheid correct, nauwkeurig en zonder enige afwijking te interpreteren, presenteren en toe te passen. Cuando enseñamos de esta manera, los creyentes disfrutarán de doctrina sana, como ordena el apóstol Pablo a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. En wanneer we op deze manier onderwijzen, zullen gelovigen de positieve gevolgen ervaren van de gezonde leer, zoals Paulus aan Titus gebiedt in Titus 2, vers 1. Doch gij spreekt hetgeen de gezonde leer betaamt. Aquí está nuestra responsabilidad como siervos para educar a las naciones de una manera responsable. En hier is onze verantwoordelijkheid als dienaren om de volkeren op een verantwoordelijke manier te onderwijzen. Por eso el mandato de Jesús es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jezus' bevel is: ga en maak alle volken tot mijn discipelen. Usted y yo, como ministros de la viña del Señor, debemos ser sometidos a las Escrituras. U en ik, als dienaar in de wijngaard van de Heer, wij moeten ons onderwerpen aan de Schriften. Para que aquellos con quienes compartamos la palabra crezcan conociendo la sana doctrina. Zodat degene met wie we het woord delen opgroeien met de kennis van de gezonde leer. Entonces, es importante que el mensaje predicado y enseñado concuerden con la enseñanza de la palabra y no añadir ni quitar nada de ella. En dan is het belangrijk dat het gepredikte en onderwezen woord overeenkomt met de leer van de Heer uit zijn woord en dat we er niets aan toevoegen of verwijderen. La iglesia necesita maestros que enseñen y que enseñen que estén capacitados para hacerlo. De kerk heeft leraren nodig die lesgeven en die goed lesgeven en die daarvoor zijn opgeleid. La realidad en nuestro medio es que los predicadores no les gusta estudiar y en su afán de ser guiados por el Espíritu terminan improvisando en el púlpito. De realiteit in Ecuador is dat predikanten niet graag studeren en hun verlangen om een gids voor het geestelijke leven te zijn gaan ze improviseren op de preekstoel. Si no hay enseñanza, ¿qué se va a enseñar? Maar als er geen onderwijs is, wat zal er dan worden onderwezen? Por eso el apóstol Pablo dijo allí en 1 Timoteo 4:16. Él dice: "Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren." En daarom zegt de apostel Paulus aan Timotheus: "Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen." 1 Timotheus 4, vers 16. Esa era la orden a Timoteo. Ocúpate de la enseñanza. Claro, Timoteo ya estaba preocupado. Dat was het bevel aan Timotheus. Houd aan in het leren. En Timotheus was al opgeleid. Antes de concluir, quiero mencionar algo importante. Voordat ik ga besluiten, wil ik iets belangrijks noemen. Desde mi niñez, mis padres me enseñaron un temor equivocado de Dios, un temor sin conocimiento. Tijdens mijn jeugd hebben mijn ouders mij een verkeerde angst voor God geleerd, een angst zonder kennis. Ja, okay. Excelente. Continuamos. Fue a los 19 años que por primera vez mi madre leyó la Biblia para mí
Y desde allí el Señor ha trabajado en mi corazón. Het was op 19-jarige leeftijd dat mijn moeder voor het eerst de Bijbel met me las. En van daaruit heeft de Heer in mijn hart gewerkt. A los 24 años, la lectura de la palabra tomaba fuerza. Y sentí por primera vez la exhortación de la palabra. Op 24-jarige leeftijd won het lezen van Gods woord aan kracht. En ervoer ik voor het eerst de vermaning van het woord. Estaba seguro, convencido que Cristo es mi salvador. Ik werd eruit overtuigd dat Christus mijn redder is. Y desde allí he crecido en el conocimiento de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. En vanuit daar ben ik met hulp van de Heilige Geest gegroeid in de kennis van het woord. ¿Cuán importante es el trabajo en la viña del Señor? Hoe belangrijk is het werk in de wijngaard van de Heer? Si ZGG no tuviera esa visión para las naciones, posiblemente el evangelio no alcanzaría a muchos con necesidad de Cristo. Als de zending van de gereformeerde gemeente de visie voor de volken niet had gehad, zou het evangelie misschien niet velen bereikt hebben die Christus nodig hebben als zaligmaker. De esa manera Jorge Chancay está en el proceso para ser ministro de la congregación en Ecuador. Op deze manier is Jorge Chancay bezig met zijn opleiding om predikant te worden in de Ecuadoraanse gemeente. No por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Niet vanwege mijn eigen verdiensten, maar vanwege de verdiensten van Christus. El ocuparse de la lectura, de la exhortación y la enseñanza me garantiza conocer más a Dios y estar convencido de hacer su voluntad. Het is duidelijk dat de aanbeveling van Paulus aan Timotheus een weerspiegeling is van mijn eigen leven. Het is voor mij ook een oproep om door te gaan met lezen. Entonces voy a concluir. Uiteindelijk, Jorge wil nu gaan eindigen. Los llamados ministros de la palabra de Dios debemos poseer estas cualidades. De dienaren van het woord van God moeten deze eigenschappen bezitten. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Lezen, vermanen, onderwijzen. Aunque es cierto que no tenemos ningún mérito para ser usados por el Señor, pero por la gracia de nuestro amado Cristo somos llamados. Hoewel het waar is dat wij geen verdienst hebben om door de Heer gebruikt te worden, is het zijn genade, de genade van onze geliefde Christus, dat wij zijn geroepen voor het werk in zijn koninkrijk. Cada cristiano debe procurar crecer y servir mejor a Dios. En iedere christen moet proberen te groeien in het geloof en daarna te streven om God telkens beter te dienen. Dios desea que nos comportamos, que nos comprometamos con él cada día en beneficio de aquellos que viven sin esperanza. God wil dat we ons elke dag aan hem toewijden voor het welzijn van degenen die zonder hoop leven. Y que pueden encontrar consuelo y salvación para sus almas en el Salvador. En die troost en redding voor hun ziel kunnen vinden in de Verlosser. Y esto es imposible hacerlo por nosotros mismos. Het is onmogelijk om dat zelf te doen. La palabra de Dios actúa. Es real, es viva, es eficaz cuando es acompañada por el Espíritu Santo. Echter, het woord van God werkt. Het is echt. Het is levend. Het is effectief wanneer het wordt vergezeld door de Heilige Geest. Y damos a Dios que nos llene, que seamos alumbrados por su Espíritu, para que sirvamos a la iglesia con responsabilidad y fidelidad. Laten we God vragen ons te vervullen, om verlicht te worden door zijn geest, zodat we de kerk op een verantwoordelijke en trouwe manier mogen dienen. Usted, miembro de la Iglesia de Jesucristo, niño, joven, mujer, hombre, latino, europeo, africano, asiático. U, een lid van de kerk van Jezus Christus, kind, jeugd, vrouw, man, inwoner van Latijns-Amerika, Europeaan,
inwoner van Afrika, Aziat. Usted que predica, usted que escucha, ocúpese de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. U die preekt, u die luistert, houdt aan in het lezen, de vermaning en het onderwijs. Amén. Hermano Jorge, muchas gracias por su contribución. Estamos muy agradecidos por su presentación, por sus palabras. Que Dios les bendiga, usted, hermana Erika, su familia, su madre, hermana Mercedes, hermano Segundo, yo sé que Segundo está muy cerca. Hermano, muchas gracias por todo y hasta pronto. Gracias, hermano. Saludos, bendiciones. Jorge wens ons ook alles goede toe. Ciao. Ciao. Dag. Dan, als het goed is, gaat er nu achter mij van alles en nog wat veranderen, begrijp ik, en schuiven. Ik kan dat zelf niet zien. We gaan nu door naar het volgende punt van de agenda. We gaan weer zingen samen. En dan is ook het moment van de collecte. Zoals u begrijpt, is zendingswerk is voor alles Gods werk. Maar het is ook kostbaar werk, het is duur werk. En zoals we hier vandaag samen zijn, maar ook u thuis, wordt u opgeroepen om uw offer te brengen voor het zendingswerk. En dat kan beginnen met een financieel offer, maar gaat u ook vooral door in uw gebed. Ook voor Jorge, ook voor Dani, in het proces waarin ze zitten. Ik dank u wel voor uw aandacht.
Op zoek naar het hart van de Guineër. Dat is denk ik een mooie omschrijving van het zendingswerk in Guinea. Ik wil graag iets vertellen van hoe de Heere mensen opzoekt met zijn woord. Op de foto zien we moedertje Fatou. Mij vallen altijd haar blije, bruine ogen op. Maar wat gaat er om in haar hart? Wat is haar nood? In gedachten neem ik jullie mee naar Kolia, een dorp in Guinea. We rijden door een prachtig, heuvelachtig landschap. Over hobbelige wegen vol kuilen. En het is warm, heel warm. Na uren rijden komen we aan in het dorp Kolia, waar mijn collega Marlies en ik wonen. In Kolia spreken de mensen Susu en het is heel belangrijk dat wij die taal ook kennen. Als wij het dorp binnenkomen, dan worden van alle kanten groeten naar ons toegeroepen en wij roepen terug. Anadi, Amuna, Kiok. We zien mensen in Kolia, maar ook mensen die uit de dorpen eromheen komen en naar Kolia komen om naar de markt te gaan. De wegen zijn van zand en de huisjes van leem. Het is elke dag voor de mensen weer hard werken om genoeg rijst te hebben voor de hele familie. Stel je voor dat jij in Kolia geboren was. Dan was dit misschien wel de kookplaats van jouw moeder. Dan liep je hier rond terwijl jouw moeder eten klaarmaakte en keek je of er al iets lekkers te halen viel. Je hoorde je moeder met je tantes praten over een probleem in het dorp. Maar natuurlijk moest jij ook meehelpen met het vele werk. Stro halen, water dragen, afwassen, rijst stampen. Nee, denk maar niet dat als je uit school kwam je meteen kon gaan spelen. Eerst moest je meehelpen tot alle werkjes gedaan waren. En dan pas kon je gaan spelen. Je zou dan net als de kinderen in Kolia zelf je speelgoed maken. Misschien maakte hij ook wel van een oude jerrycan en wat bamboestokjes een voetbaltafel. Elke ochtend, elke dag horen we 5 keer de gebedsomroep van de moskee. Op vrijdagmiddag zien we mensen met hun gebedsmatje op hun hoofd naar de moskee gaan om te bidden. Alle mensen in Kolia zijn moslim. En ook in de wijde omgeving. Wij zijn de enige christenen. De kinderen krijgen elke ochtend en elke avond Koranles. We horen hen dan hardop het Arabische alfabet opzeggen en Koranteksten uit hun hoofd leren. En deze jongen heeft al veel geleerd. Hij mag nu stukken overschrijven uit de Koran op een houten lei. Deze mensen hebben Gods woord niet. Zij weten niet dat de Heer Jezus de zaligmaker is. En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Deze mensen leven in duisternis. En weet je wat nou zo mooi is? Dat Gods woord een licht is wat schijnt in de duisternis. Wij zijn naar Kolia gezonden om Gods woord bij de mensen te brengen. En dat proberen we op verschillende manieren te doen. Maar eerst moeten we vertrouwen winnen. Dat begrijp je wel, hè? Want wat zou jij zeggen als er een vreemdeling komt uit het buitenland die de taal niet spreekt en hij komt over een God vertellen die jij niet kent? Zou jij hem dan geloven? Daarom is het belangrijk dat we eerst de mensen kennen en dat zij ons kennen. Van de buitenkant zien we een brede glimlach. En de mensen zijn heel vriendelijk en gastvrij. Maar achter die glimlach zit veel pijn en verdriet. En om in het hart van de mensen te mogen kijken, is het nodig om lang te werken aan relaties. Uren zitten we bij de mensen. We luisteren naar hun gesprekken, we stellen vragen. We willen weten hoe de mensen denken en wat hen bezighoudt, anders kunnen we nooit bij hen aansluiten.
Ik ben dankbaar voor de waardevolle relaties die we gekregen hebben. Dat ik bij mensen in hun hart mocht kijken. Die relaties zijn eigenlijk de sleutel tot de gemeenschap. En als dan de deur een stukje open gaat en je ziet wat er in de gemeenschap leeft, dan schrik je best wel. Ik heb gezien wat de duisternis is waarin de mensen leven. In Kolia is waarzeggerij en tovenarij verweven met het dagelijkse leven. Er worden vervloekingen uitgesproken over andere mensen. Wat is het nodig dat de mensen in Guinea de Heer Jezus leren kennen? Want hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Dat hij de werken des duivels verbreken zou. Zoals ik al zei, zijn we naar Kolia gezonden om Gods woord bij de mensen te brengen. En eigenlijk gebruiken we nog maar heel weinig woorden. Wat we vooral doen, is met ons leven laten zien wat het betekent om christen te zijn. Het gebeurt regelmatig dat als we binnen zitten te eten, we kinderen horen aankomen. Slippertjes worden uitgeschopt en een groepje kinderen komt de veranda op. Ze gaan voor de deur en voor het raam staan kijken wat wij aan het doen zijn. En als we dan gaan bidden voor het eten, stoot ze elkaar aan. En we horen hen dan tegen elkaar zeggen, zie je wat ze aan het doen zijn? Ze zijn aan het bidden. Zo doen zij dat dus. Zo wordt er in Kolia besproken wat wij doen, hoe we dat doen en wat we niet doen. Wij vallen op. Niet alleen omdat we blank zijn, maar ook omdat we zoveel dingen zo anders doen dan zij. En dat zet hen aan het denken. Daarover stellen zij vragen. En dat vertellen ze ook weer aan elkaar door. Op de markt heeft een vriendin van mij een winkeltje. En vaak zit ik naast haar op een houten krukje in haar boutiqueje te praten. En na heel veel ontmoetingen vertelde ze mij op een dag van haar grote verdriet. Ze heeft altijd erge buikpijn en ze kan geen kinderen krijgen. En ze vroeg of ze met me mee mocht rijden naar de stad, naar het ziekenhuis. Natuurlijk mocht dat. En ik vertelde dat ik ook zou bidden of de Heere haar wilde genezen. En of hij haar een kindje wilde geven. Ik vertelde er wel bij dat ik zou bidden om Jezus wil. Zij bidden in de naam van Mohammed. Maar ik vind het belangrijk dat ze weten dat ik bid in de naam van de Heer Jezus, zodat als het gebed verhoord wordt, ook hij alleen de eer krijgt. Toen ze de week erna bij mij in de auto stapte, vroeg ze meteen, en heb je nog voor me gebeden? We proberen Gods woord te delen door het uitdelen van kalenders met bijbelteksten in het Susu. Dat doen we in Kolia, maar ook in de dorpen eromheen. En als we dan zo'n dorp binnenrijden, dan zien we vaak naast de moskee een groepje oude mannen zitten. We worden altijd heel vriendelijk ontvangen. We gaan naast hen zitten en nadat we een poos met hen gepraat hebben, dan vertellen we hen dat we ook een samba, een cadeautje hebben meegenomen. We halen de kalenders tevoorschijn en daar zijn ze heel blij mee. Ondertussen is het hele dorp uitgelopen. Een van de mannen begint de teksten te lezen die op de kalender staan. Hij hoort en ziet niets meer van wat er om hem heen gebeurt. Als we met het dorp een foto maken, blijft hij onverstoord doorlezen. Pas als hij alle teksten gelezen heeft die op de kalender staan, komt hij naar me toe en bedankt hij mij met een brede glimlach. De kalenders worden opgehangen in de huisjes van de mensen, in de winkeltjes en zelfs in de moskeeën. Ook daar hangt Gods levend woord. Hier zien we dat een Koranleraar de kalender een ereplekje heeft gegeven, midden op de muur, tussen foto's van islamitische leiders. Zo rijden we van dorp naar dorp. Hier wonen mensen die Jezus niet kennen, dwalend zonder zijn woord. Zij die de boodschap van Christus niet kennen en ze hebben nog nooit ervan gehoord. Op een gegeven moment reden we achter deze Nissan. We kenden die mensen wel uit Kolia.
Toen kreeg de auto pech. En wij stonden erachter op een smal pad. Ik ging kijken. Dat kon nog wel lang gaan duren. Ik vroeg of we er via de berm langs mochten, want het werd al laat en we waren ver van huis. Het kon net. Toen we er langs waren, verder wouden rijden, hoorden we achter ons hen hard roepen. Hey! Ik gaf gas. Ik zei tegen Marlies, sorry hoor, maar het is al laat. En we kunnen niet altijd iedereen helpen. We voelden ons wel een beetje schuldig. En we moesten denken aan de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Toen we in het volgende dorp wat kalenders gaven aan mensen langs de kant van de weg, kwam die groene Nissan weer met volle vaart aanrijden. Hij stopte naast onze auto en we hoorden weer, hey! Verbaasd keken we op. Hey, wij willen ook zo'n kalender! Dat maakte mij beschaamd. Maar de Heere zorgde ervoor dat ook deze mensen zijn woord kregen. Wij mensen maken fouten, maar met hem kom je nooit beschaamd uit. Op een dag kwam ik langs het huis van deze oude man. Hij woont in een dorpje verderop. Je moet eerst door een klein riviertje lopen en dan het pad omhoog richting het dorp waar hij woont. Ik zie hem zitten en ik loop naar hem toe. Eerst begroet ik hem respectvol door wat door mijn knieën te zakken, mijn hoofd te buigen. Hoe gaat het met u en met uw familie? Zijn er geen problemen? Hij vraagt mij of ik naast hem kom zitten op het bankje. Dat doe ik en vervolgens vraagt hij waar ik vandaan kom, hoe het met mijn familie gaat en waarom ik gekomen ben. Ik vertel hem dat ik hier woon om Soesoe te leren en gekomen ben met de heilige boeken in hun eigen taal. Ik haal een kalender uit mijn tas en geef die aan hem. Hij neemt de kalender dankbaar aan, maar schudt dan verdrietig zijn hoofd. Hij zegt, vroeger heb ik veel gelezen, maar nu zijn mijn ogen zo oud geworden dat ik niet meer kan lezen. En zijn vrouw vertelt dat hij een Nemui is. Dat is een man die een hoge onderscheiding heeft gekregen omdat hij de Koran zo goed kent. Kon hij nog steeds maar zo goed lezen, dan kon hij ook de Bijbelteksten lezen. Maar baba, ik heb nog iets anders bij me. Dat is een SD-kaartje met de ingesproken Bijbel erop. Die kunt u kopen en die kunt u in uw telefoon stoppen en dan kunt u de hele Bijbel luisteren. De oude man neemt het SD-kaartje in allebei zijn handen. Hij zegt, deze wil ik zo graag hebben. Hoeveel kost het? Overal wordt klein geld vandaan gehaald. En hij vraagt zijn vrouw om nog een keer naar binnen te gaan op zoek naar nog meer klein geld. Tot hij genoeg heeft om het kaartje te kopen. Hij is zo blij. Hij stopt het kaartje in zijn telefoon en begint met luisteren bij Genesis 1. Als ik een paar weken later weer langs zijn huis kom, vertelt hij me blij dat hij al heel veel hoofdstukken geluisterd heeft. Het is de Heere die mensen op ons pad brengt en onverwacht gelegenheid geeft om zijn woord te delen. Een andere manier waarop we Gods woord proberen te delen is door het zingen van Bijbelteksten. Om 7:00 s'avonds is het donker. Wij gaan dan naar binnen, maar de buren zitten buiten. En ook de kinderen rennen de hele avond rond. Wij hebben als enige van de buurt een buitenlamp en daar maken de buren dankbaar gebruik van. Het is dus een heel gekakel van gesprekken en geroep van kinderen. Maar als wij gaan zingen, wordt het muisstil. Allah ga nooit toma. Nou ga je bij, dan ga je niet.
Bijbelteksten in het Susu. Dit was Johannes 11, vers 40. Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Mijn collega Marlies heeft ook nog andere Bijbelteksten op melodie gezet. En zo kunnen we ze samen zingen. Buiten wordt aandachtig geluisterd. Het is misschien wel voor het eerst in hun leven dat deze mensen Bijbelteksten horen. Een tijdje geleden zat ik bij een groep buurvrouwen en ze stelden me weer allerlei vragen. Wat doe je op zondag? En hoe bid je dan? We hebben je horen zingen, wat zing je dan? En toen zei deze buurvrouw, wij willen dat ook graag leren. Kun je ons niet zo'n lied leren? Ik was zo verwonderd, toen zat ik daar. Bij al deze vrouwen, buiten Psalm 136 te zingen. En probeerde ik het hen aan te leren. Ik hoop dat nog heel veel van zulke momenten zullen volgen. Dat ik deze moslimvrouwen zingend Bijbelteksten aan mag leren. We proberen ook Gods woord te delen door het verkopen van Bijbels. En misschien vraag je je af, waarom geven jullie de Bijbels niet gratis weg? Nou, dat doen we bewust niet. Want als de mensen er iets geld voor moeten geven, heeft het meer waarde voor hen. Op een dag ontmoet ik Monsieur Sila. Op de foto zie je zijn huis. Ik geef hem en de anderen die erbij staan een kalender. En daar is hij erg blij mee. Hij zegt, ik heb wel het Oude Testament. Maar niet het Nieuwe Testament. Ik zeg, maar die heb ik wel. Hij en de anderen die erbij staan reageren zo verrast. Echt? Wanneer kom je daarmee naar ons toe? Een week later gaan we naar zijn huis. En we nemen de Bijbel mee. Als Monsieur Sila de Bijbel ziet en opent, wordt hij erdoor gegrepen. Hij haalt de boekjes uit zijn huis die hij 10 jaar geleden bij een andere zendingswerker heeft gekocht. En die zijn bijna kapot gelezen. Monsieur Sila zit weer te lezen in de Bijbel. En hij stelt veel vragen, hele goede vragen. Als hij de Bijbel gekocht heeft en wij weer weggaan, vraagt hij of we alsjeblieft voor hem willen blijven bidden. Op zoek naar het hart van de Guineër. Nog steeds vraag ik me af wat er omgaat in het hart van moedertje Fatu. Zou ze zich bewust zijn van haar geestelijke nood? Misschien kom ik het op een dag te weten. Het werk in Kolia bestaat vooral nog uit een stil getuige. Door met onze levenswandel te laten zien wie we dienen. En soms is er gelegenheid om Gods woord te delen. Door het uitdelen van kalenders, het zingen van Bijbelteksten of het verkopen van SD-kaartjes of Bijbels. Meer nog dan wij is de Heere op zoek naar het hart van de Guineër. Hij is vol zoekende zondaarsliefde. Mensen die verstrikt zitten in duisternis en leugen, zoekt hij op om als verloren schapen weer terug te brengen. Op een dag zal niet meer Mohammed of de duivel de eer krijgen, maar zal de Heer Jezus alle eer krijgen die hij waard is. Thank you.
namens ons. Misschien komt u al heel lang op de zendingsdag. En dan weet u ongetwijfeld dat dit een programmaonderdeel is dat al heel lang voorkomt. Ik heb het even nagekeken. Vanaf 1996 kom ik hem bijna elk jaar tegen in de programmaboekjes. Maar wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Namens ons. Nou, daarover ga ik vandaag in gesprek met onze zendingswerkers in opleiding. Ik stel hen graag eerst even aan u voor. Links van mij zitten Maarten en Gerdineke Baan. Maarten is aangenomen als evangelist voor het dorp Kolia, waar Hanneke net ook over vertelde, in Guinea. Ze zijn nu bezig met hun opleiding bij ZGG en als ze daarmee klaar zijn, zullen ze in Frankrijk de Franse taal gaan leren, waarna hun uitzending naar Guinea kan plaatsvinden. Aan mijn andere kant zit Truus Verwij. Truus is aangenomen als begeleidster van het vrouwenwerk in de 4 zendingsgemeenten in Ecuador. Na haar opleiding bij ZGG gaat zij naar Ecuador, waar ze eerst het Spaans zal gaan leren. En daarna kan het werk beginnen. En dan hebben we nog Esther. Esther is aangenomen voor het nieuwste gebied waar ZGG werkzaam is. Haar gezicht zal niet in beeld komen tijdens dit gesprek om haar identiteit te beschermen. Maar gelukkig kan zij gewoon meepraten. Maarten, mag ik mijn eerste vraag misschien aan jou stellen? Waarom is het eigenlijk belangrijk dat jij uitgaat? Nou, dan wil ik eigenlijk teruggaan waar we deze morgen mee begonnen. De opdracht die Jezus gegeven heeft aan zijn kerk. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Alle volken moeten het evangelie horen. Alle volken moeten horen dat alleen in Jezus vergeving van zonde te ontvangen is. Het uitgaan in de zending, dat is een opdracht van de koning van de kerk. En die opdracht heeft hij gegeven aan zijn discipelen en daarmee aan zijn kerk. En dat zie je ook duidelijk terug als je leest in de handelingen de uitzending van Barnabas en Paulus vanuit de gemeente van Antiochië. Handelingen 13 en 14. En ZGG, dat is een kerkelijke zendingsorganisatie en die staat daarmee in deze Bijbelse lijn van zendingbedrijven. En als de Heer het geeft, hopen wij straks samen vanuit de gemeente van Opheusden uitgezonden te worden. Maar we worden niet alleen uitgezonden namens de gemeente van Opheusden, we worden uitgezonden namens het geheel van de gereformeerde gemeente. Namens ons, zoals de naam van dit programma onderdeel ook zo treffend weergeeft. Ja, het is dus een opdracht van de koning van de kerk, als ik dat even mag samenvatten. Hoe zie jij dat, Truus, om in het licht van kerkelijke zending als vrouw uit te gaan in zendingsdienst? We lezen daar verschillende voorbeelden van in de Bijbel over vrouwen die mogen dienen in Gods koninkrijk. Paulus die schrijft daar bijvoorbeeld over in Romeinen 16. Hij schrijft over Priscilla, Maria, Tryfena en Tryfosa. Vrouwen die genoemd worden als medewerkers in Christus en die veel gearbeid hebben in de Here. Zo worden vandaag ook nog vrouwen geroepen om te dienen, om dienstwerk te doen in Gods koninkrijk. Om met woord en daad zijn naam te belijden. Door met vrouwen thuis uit de Bijbel te lezen of bijvoorbeeld een Bijbelstudie te doen. Door met elkaar te bidden of te dienen of te rouwen of te vieren. Met het verlangen dat mensen de zaligmaker mogen leren kennen. En om hem te dienen met een eenparige schouder. Ja, dat is inderdaad wel waar wat je zegt. Hè? Dat in de brieven van Paulus ook echt wel veel vrouwen worden genoemd die in de gemeenten dienen. Als het gaat over zending, dan hebben we het natuurlijk ook vaak over het bereiken van de einden van de aarde en de onbereikten. Esther, jij gaat uit naar het Midden-Oosten om als pionier in een voor ZGG nieuw werkgebied te gaan beginnen. Kunnen wij in onze tijd eigenlijk nog wel spreken van onbereikten op deze wereld? Ja, we kunnen zeker nog spreken van onbereikten in deze wereld. Het kan misschien lijken alsof de wereld voldoende doortrokken is van het christendom. Omdat in alle landen wel een christelijke kerk of groeperingen in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. Maar het is bekend dat zo'n 29% van de wereldbevolking, dat zijn miljoenen, miljarden mensen, nog niet over de Heer Jezus als zaligmaker hebben gehoord. En ook niet de mogelijkheid hebben om over hem te horen. En ja, de opdracht waar Maarten over sprak, gaat dan heen, die geldt nog steeds. Totdat de Heer terugkomt. En het is aangrijpend als je erover nadenkt dat er elke dag mensen sterven die niet de kans hebben gehad om het evangelie te horen. En zo herinner ik me het verhaal van een boeddhist
die voor het eerst van zijn leven de boodschap van zonde en genade hoorde en tot bekering kwam. En toen hij ontdekte dat het evangelie al honderden jaren bekend was in Europa, toen zei hij, waarom zijn jullie niet eerder gekomen? Mijn vader heeft jaren gezocht naar de waarheid en hij is gestorven zonder haar te vinden. Waarom zijn jullie nu pas gekomen? Zo, dat is inderdaad een ontzettend klemmend voorbeeld wat je hier aanhaalt. Ja, aangrijpend, ja. Gedienik, ik wend me even tot jou. Want hoe is het nou eigenlijk voor jou? Hoe ziet jouw uitzending naar Guinea en jouw taak in Guinea eruit? Want jij gaat mee als vrouw van Maarten. Ja, dat klopt. En we zijn druk bezig met de voorbereidingen. Ja, we proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar wat nou ook zo mooi is dat de Heer mij als vrouw nog een roeping gegeven heeft. En dat is de roeping om vrouw en moeder te zijn. En die verandert voor mij niet als we naar Guinea gaan. Al zal dat onder hele andere omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het huishouden. Dat gaat allemaal niet zo automatisch als hier in Nederland. Je gaat niet zomaar even naar de supermarkt. Je hebt geen stromend water. Je hebt een wasvrouw, een kookvrouw. Het is behelpen en organiseren, maar ik heb me laten vertellen dat het heel veel mooie kanten heeft. En ik zie er dan ook naar uit om in de afhankelijkheid van de Heer goed voor Maarten te mogen zorgen. Maar ook om mijn moederhart te laten zien in de zorg voor Rodé. En om op die manier ook iets te mogen uitstralen van het christen zijn. Eigenlijk net als hier in Nederland. Nou, dat is mooi dat je dit zo zegt. Want daarmee komen we met jouw antwoord eigenlijk weer terug in Nederland, waar wij nu natuurlijk ook gewoon zijn. Jullie worden uitgezonden namens ons. Dat wil zeggen namens alle leden van de Gereformeerde Gemeente. Veel mensen kijken op dit moment mee. En er zijn hier natuurlijk ook gelukkig mensen aanwezig die daarbij behoren. Wat betekenen die leden van de Gereformeerde Gemeente op afstand en hier in de zaal aanwezig? Wat betekenen die nou voor jullie nu en straks als je bent uitgezonden? Nou, wat ik daar in elk geval over wil zeggen is dat het thuisfront heel veel voor ons betekent als toekomstige zendingswerkers. Als uitgezondene ben je toch wat meer misschien degene die een wat zichtbare bijdrage levert aan het zendingswerk. Maar wat je niet ziet is vaak minstens zo belangrijk als hetgeen dat je wel ziet. Neem bijvoorbeeld deze zendingsdag. Er wordt nu een programma afgewerkt wat zichtbaar is voor ons allen. Maar dat was niet mogelijk geweest zonder al het voorwerk, al het werk achter de schermen wat al plaats heeft gevonden en wat nog steeds plaatsvindt. En zo is het ook niet mogelijk zendingswerk te doen zonder het werk wat je niet ziet. Het gebed van het thuisfront, dat als het ware achter de schermen plaatsvindt. Ja, nou. Dat gebed, dat is misschien nog wel scherper. Zendingswerkers staan namelijk aan het front. En de achterblijvers zijn het thuisfront. Als je naar het front gaat, loop je de grootste kans op verwondingen en aanvallen. Gebed van het thuisfront om bescherming en om leiding is van groot belang en is zeker merkbaar aan het front. Dat is heel mooi en heel duidelijk ook, denk ik, hoe jullie dit uitwerken voor ons thuisfront. Is er nog meer te zeggen over wat het thuisfront betekent voor het zendingswerk? Ja, het ontvangen van post is ook waardevol en bemoedigend. Te weten dat er vanuit het thuisfront wordt meegeleefd. En het doet goed als er bijvoorbeeld inhoudelijk wordt gereageerd op je nieuwsbrief of als er een persoonlijk woord is op een kaart of in een mailbericht. En ja, door dat contact heen en weer kan het ook weer een basis bieden voor als je ooit terug hoopt te komen als zendingswerker en weer moet integreren in Nederland. Zeker, ja. Ja, absoluut. Ja. Hier laten we ook de inzet niet vergeten van alle mensen die op zoveel verschillende manieren geld inzamelen. Dat is echt onmisbaar ook voor het zendingswerk. En zo hoeven wij ons ook niet druk te maken over de financiën, waardoor wij ons met een gerust hart kunnen richten op de opleiding en de uitzending. Ja, ja. Als ik jullie reacties eigenlijk zou samenvatten, dan komt het idee namens ons. Dus terug in het gebed op het thuisfront. Dat is nadrukkelijk het eerste en het belangrijkste wat jullie noemen eigenlijk. Maar ook de praktische ondersteuning door middel van meeleven in de vorm van post en andere manieren van meeleven. En het werven van financiën van zendingswerk. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, en daar zou ik graag nog even op in willen haken. Want als uitgezondene, we hebben het net een aantal keer benoemd, mogen we uitgaan namens het geheel van de gemeente. Maar of we nu uitgezonden worden of dat we hier in Nederland een betrokken thuisfront vormen, ten diepste doen we het met elkaar namens hem, namens de koning van de kerk. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, Maarten. In Gods woord, in de Bijbel, daar staat in Filippenzen 2, vers 10 en 11.
opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. In gedachten zie je ze daar staan, een man uit Guinea, een jongen uit Cambodja, een vrouw uit Ecuador, een meisje uit Albanië, een jongen uit het Midden-Oosten, een bejaarde vrouw uit een Aziatisch land, een Nederlander. Mensen uit alle volken zullen belijden dat Jezus Christus de Heere is. Er zal dan een nieuw lied gezongen worden in één taal, tot eer en heerlijkheid van zijn grote naam. Dat is een mooie afsluiting, Druus. Dank je wel voor je woorden en hartelijk dank ook voor jullie gedachten rond het thema namens ons. Met dat rijke perspectief op een toekomst van mensen uit de hele wereld die juichen voor Gods troon, denk ik dat wij ons gesprek hierover kunnen besluiten. Over het rond van deze wereld bevinden zich op dit moment zendingswerkers van ZGG. Ook zijn er in de afgelopen 2 jaar werkers gerepatrieerd en zijn er op dit moment ook verlofgangers in Nederland. Laten wij hen toezingen vanuit de huizen en de kerken waar u zich bevindt en staande met de aanwezigen in deze zaal, Psalm 121 vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De Heer, zij geen of uit moogt gaan en waar u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. We zingen dat door al onze zendingswerkers staande toe, Psalm 121 vers 4. De slottoespraak van onze zendingsdag is naar aanleiding van Psalm 32 en daarvan het 8e vers. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg dien gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Leren en leiden. Wat ben je liever, een leraar
of een leerling. Een student of een docent. Zendingswerk vraagt om leerlingen, om onderwijs. Ik moest denken aan een voorval tijdens een bezoek aan Izi in Nigeria. Onderweg stopte de auto ermee. Er was geen praatpaal, geen ANWB, geen bereik. De driver, de chauffeur, ging lopend op pad om hulp te halen. Dominee Jogo en ik, wij bleven achter en zochten een schaduwplekje op langs de weg. En tijdens het wachten kwam ons gesprek op de wederkomst van de Heer Jezus. Want zoals wij daar samen zaten te wachten op de terugkeer van de chauffeur, zo zouden we toch ook gericht moeten zijn op het terugkomen op de wederkomst van Christus. Het was een mooi gesprekje, even van hart tot hart. En onwillekeurig keken we tijdens dat gesprek in de richting waarheen de chauffeur vertrokken was. Plotseling hoorden we een bekende stem. De driver was terug. Maar hij kwam van een andere kant dan wij verwacht hadden. Gelukkig kwam het snel goed met de auto en kon de reis worden vervolgd. En onderweg kwam ons gesprek weer even terug op dat voorval. En we zeiden tegen elkaar: wat kijken we dikwijls de verkeerde kant op? Wat hebben we onderwijs nodig? Dat voelden we samen, hij en ik. We hebben onderwijs nodig van die grote profeet en leraar, Jezus Christus. Ik zal u onderwijzen en leren van de weg dien gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dit is het woord waarmee de Heere David heeft getroost. Het is ook het keerpunt in Psalm 32. Want eerst hoor je David spreken in deze psalm. Maar in vers 8, dan gaat de Heere spreken. Oprecht heeft David zijn schuld, zijn zonde beleden. En met berouw heeft hij de naam van de Heere aangeroepen. David voelde die aanklacht in zijn geweten. Hij had lang opgesloten gezeten in zijn vrees, in zijn troosteloosheid. En de schuld woog op zijn ziel. En hij kon er niet meer onderuit. En toen ging hij het eerlijk voor Gods aangezicht belijden, zonder ook maar iets achter te houden. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Wat is dat gelukkig? Als je eerlijk wordt voor God. En als we onszelf tegenover de Heere niet meer groot kunnen houden. En toen is de Heere in Davids zondenood gaan spreken. Niet van grimmigheid, maar van liefelijkheid. Niet van toorn
en gramschap, zoals David voelde verdiend te hebben. Maar God ging tot zijn ziel spreken van vergeving en van genade. En daar is David nu vol van in deze 32e psalm. Hij is vervuld van dat wonder. Hij heeft Gods ontfermende genade in zijn hart ervaren. En daarom, zendingsvrienden, is psalm 32 voor ons een oproep tot bekering. Een oproep voor u en jou en mij om de weg van David te gaan. Je zonde voor God niet te verzwijgen, maar die voor de Heere te belijden. Want welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Zo rijk belovend is God spreken hier in het 8e vers. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Dus onderwijzen over de weg. Ons leven is een weg. Een weg waar langs we reizen naar de eeuwigheid. Soms is die reis lang. Als we sterk zijn, 70 jaar, of zeer sterk zijn, 80 jaar. Maar u kent ook de voorbeelden. De reis kan soms ook zoveel korter zijn. Onderwijzen over de weg. De weg met een begin. De weg met een einde. Onze weg is een opgebroken weg. Want wij allen, wij komen allen uit het verloren paradijs. En zonder onderwijs, zonder het kompas van Gods woord, dan gaat het niet goed. En daarom moet het evangelie al de volkeren gepredikt worden. Tot aan de einden van de aarde. Want hoe zullen ze de weg weten? Hoe zullen ze de zaligheid weten? Als ze niet onderwezen worden. Als het hen niet gepredikt wordt. Wat een wonder. Dat de Heere dwazen dat onderwijs wil geven. Dat God verloren zondaren, verdoolde zondaren op wil zoeken. Om hen de weg te onderwijzen. Om hen door zijn woord en geest de weg van de zaligheid te onderwijzen. Dat wonder hoe Gods geest binnendringt in dat gesloten zondaarshart. Om te onderwijzen, te leren, raad te geven. Dat zijn de drie dingen die in het 8e vers genoemd worden. En het wordt steeds dringender, steeds sterker. Onderwijzen. Leren. Raad geven. Maar dan het 4e. Dat is het grootste. Mijn oog zal op u zijn. Gods ogen doorlopen de gehele aarde. Hij is de alwetende, de alziende God. Gods oog aanschouwt de mensenkinderen. Hij kent onze weg. Hij slaat onze wegen gade. Hij kent ook de weg van het zendingswerk. De zegeningen, de zorgen. Alles wat aan zendingswerk
verbonden is. De vacatures, teleurstellingen. Hoe Satan en zonde en wereld tegenwerken. Maar ook de zegeningen. Als het woord zich vast heeft gehaakt in het hart van een jongere of een oudere. Gods oog gaat over al die dingen. Mijn oog zal op u zijn. Wat zal dat voor David hier in Psalm 32 een wonder geweest zijn? Want juist toen hij zo eerlijk voor God in de schuld gekomen was. Toen hij heel de weg van zijn leven eerlijk voor de Heere beleden had. En niets meer achterhouden kon. Toen David beleed. Heere, ik was u wel uit het oog verloren. Toen deed God hem ondervinden. Maar David, ik ben u niet uit het oog verloren. Mijn oog zal op u zijn. Beschermend, bewarend, verzorgend. Dan ziet Gods oog, jongens en meisjes, de biddende Jona in de buik van de vis. De zuchtende Elia in de woestijn onder die bremstruik. Dan ziet Gods oog Simon Petrus ook in dat diepe vallen in de nacht van de verloochening. Mijn oog zal op u zijn. In de Engelse Bijbel, in de King James vertaling, staat het eigenlijk nog mooier. Ik zal u leiden met mijn oog. Zo leidt de Heere zijn volk door de strijd, door de aardse woestijn. Hij leidt hen op hun weg naar de eeuwige heerlijkheid. Hij leidt hen met zijn oog, dikwijls door wegen die ze niet gekend hebben en paden die ze niet geweten hebben. Maar Gods oog leidt hen veilig naar die grote dag van de bruiloft van het Lam. Wat een dag zal dat zijn. Dan zullen we de grote uitkomst van al het zendingswerk zien. En dan moet zijn naam eeuwig de eer ontvangen. Boven Psalm 32 staat een onderwijzing. Neemt u het mee? Een onderwijzing ook voor u. Ook voor jou. Mijn oog zal op u zijn. Maar hoe zal dat ooit kunnen? Gods oog op mij? Op zo een als ik. Ik die voor Gods heilig oog niet kan bestaan. Dan kom je op Golgotha terecht. En dan gaat het bloed van de Heere Jezus druppen. Hier in Psalm 32. Want op de vloekheuvel van Golgotha. Daar sluit God zijn oog. Voor zijn lieve zoon. En daar klinkt het, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarom, om Jezus wil, daarom kan het. Mijn oog zal op u zijn. Op u. Dat persoonlijke voornaamwoord. Op u.
gaat op onze zendingsdag over onderwijs voor de volken. Maar vergeet jezelf niet. Onderwijs ook voor u. Ook voor jou. Onderwijs op de leerschool van Gods genade. Zoals we het hoorden. Van Luna en Johanna in Albanië. En van Sekou in Guinea. En van broeder Jorge, Ecuador. Ik zal u onderwijzen. En u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wat ben je liever? O, wat is het goed om een leerling op de leerschool van Psalm 32 te zijn. Amen. Naar goed zendingsdaggebruik zingen we van Psalm 72 en daarvan het 11e vers. En we willen dat zo mogelijk staande doen. En na het zingen van dit psalmvers zijn er nog enkele mededelingen door de voorzitter van het deputaatschap. Tot slot een enkele mededeling. In de eerste plaats een woord van hartelijke dank voor al degenen die een bijdrage hebben geleverd, voor uw komst naar hier, voor uw verbondenheid thuis. Hartelijk dank. Vanmiddag om 1:15 en om 1:45 volgen 2 livestreamgesprekken. We nodigen u van harte uit om deze te volgen. En dat kan via de website van onze zending, www.zendingsdag.nl. De datum voor de zendingsdag van volgend jaar is door de omstandigheden nog niet bekend.
maar u zou uit kunnen gaan van de derde of de vierde zaterdag van juni 2022, zo de Heere wil en wij leven. En dan tot slot, de aanwezigen in de zaal hier wordt verzocht op hun plaats te blijven zitten en te wachten op aanwijzingen van vrijwilligers, zodat het verlaten van de zaal ook op een ordelijke en veilige wijze kan gebeuren. Dank u wel.